Ik ben Katrien van Ransbeek, ik ben de Deputy Trade Manager bij FIT voor Sub-Sahara Afrika. En wij zijn het Vlaams agentschap bevoegd voor de buitenlandse handel. Wij helpen de Vlaamse bedrijven exporteren over gans de wereld. En ook onze tweede bevoegdheid is het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Ik ben Lise Betjes, ik werk bij de afdeling Business Management and Operations bij Flanders Investment and Trade. En ik was verantwoordelijk voor de opvolging van het PenBachelor-project bij FIT de afgelopen 2 jaar. Voor ons was de eerste concrete invulling van het samenwerkingakkoord tussen Enabel en FIT, dat getekend werd in 2020. Het potentieel van het PenBachelor-project bestond er voor FIT in om partnerschappen te creëren in de eerste plaats tussen Vlaamse en Senegalese bedrijven en daarmee dus ook de internationalisering van onze Vlaamse bedrijven te bevorderen. Kunnen we 3 sectoren noemen, onder andere de landbouw, agro-industrie, de groene economie en de digitale sector ICT. En waarom gaan wij meewerken aan het project Enzasa? Dat is het tweede project van Enable rond mobiliteit. En zal zich toespitsen op Ivoorkust. Dus de positieve ervaringen die we hebben gehad met het project PenWecho in Senegal gaan we toepassen ook samen met Enable en andere agentschappen op de kust, op de Ivoriaanse kust. We zien dat op 122 Belgische bedrijven die zich hebben aangemeld om deel uit te maken van het PenWecho-project, 27 daarvan Vlaams zijn, dus een kleine minderheid. Maar dat is te verklaren omdat de geselecteerde Senegalese bedrijven vooral micro- en kleine ondernemers zijn. En we zien dat bedrijven die zich op de Senegalese markt wagen meer de grote KMO-bedrijven zijn vanuit Vlaanderen en eigenlijk op zoek zijn naar gelijkaardige partners in Senegal om daar de markt te bewerken. Verder zien we ook dat van die 27 bedrijven er 18 uit de agro- en voedingssector komen. Dat valt te verklaren ook door het feit dat de Senegalese bedrijven vooral uit die sector kwamen, omdat dat ook gewoon een sector is in Senegal die veel kansen te bieden heeft. Dat is een unieke meerwaarde, omdat binnen de zakelijke Senegalese cultuur het belangrijk is om persoonlijk contact op te bouwen. Contact dat vertrouwen geeft en dat geeft partnerschappen meer op gelijke voet, omdat er wederzijdse uitwisseling is geweest.